wij zijn onderweg naar Den Bosch. Dit is Lina, mijn vriendinnetje. En we gaan verblijven in het The Duke Hotel. Vlakbij de Sint-Jan. En ik heb echt al 100 tips gekregen van dingen die we moeten doen. En het waren ongeveer 20 mensen die zijn het Van Bossenbol moesten eten bij Jan de Groot. Die schijnen nogal beroemd te zijn. Dus daar beginnen we straks mee. En dan gaan we lekker shoppen, eten en de stad ontdekken. Tot later. Yay! Doei! In Den Bosch na echt een mega lange autorit met zingen onderweg. En we hebben een gids, dit is Nicole. Hi. Als je in Bossenbol bent, als je in Den Bosch bent, moet je natuurlijk een Bossenbol eten. En van alle mensen die hadden gereageerd, zei echt iedereen dat we naar Jan de Groot moesten. En die zit hier. Kijk, je kan natuurlijk ook als je vanuit het station komt, gewoon alleen even naar Jan rennen en weer terug. En vertel jij eens wat meer over de bollen van Jan? Ze zijn heerlijk. En waarom zijn ze zo speciaal? Hij is de enige die de echte bossenbol maakt, hè? Ja, het is een geheim recept. Dus, geheim. Dat is jammer. Wij gaan hem ontfutselen. Hier zit hij. Daar is hij. De beruchte bossenbol bij Jan de Groot. Hij spiegelt zelfs zodat ik mezelf in kan zien. Kijk, hij. En dan gaat hij een gebakje en lekker ijskoffie. Even snijden. Volgens Jorien de Broek moet de chocola niet. Nou, oké, wacht hier. Neem mijn hand. Oké, kijk. Jam, jam. Dit is de straat van ons hotel. Het is de Kerkstraat. Fietsenstalling voor de deur. En hier is de Duke. Oké. We gaan er binnen. Zit hier ook een gym? Ze hebben allemaal dingen op de muur. En wat ik ook wel leuk vind, het kan natuurlijk niet anders als je een gym hebt. Ze sporen je aan om met de trap te gaan. Dat gaan we ook doen, Selina. We gaan niet met de lift. Vertel even wat je van Den Bosch vindt. Wat vind je van Den Bosch? Heerlijk. Heerlijk. We zijn onze bossenbollen af aan het wandelen. Nee, ik vind het heel leuk. Heel gezellig. Alles zit heel dicht bij elkaar. Je hebt vet leuke winkels. En zoeken wij. Wijn, dorst. Oh jee. We hebben een suite gekregen. Okay. Wow, chic. Wow. Dit is gewoon een appartement. Jezus. Zo lekker. Nice. Wat vet. Oh, laat eens zien. Jezus, kijk nou. Oh, we hebben een balzaal. Als badkamer. Zit er nog meer? Een hele grote douche. We kunnen samen douchen. Oh ja. Pas makkelijk zonder dat je elkaar aanraakt. Vet. Jezus. Leuk. Zullen we hier wonen? Ik vind de Bosch nou een leuke stad. Kijk dit dan. We hebben gewoon... Oh, kijk. Wauw. Niet dat we gaan koken, maar dat maakt niet uit. Oh, super nice. Wat is er gebeurd? Ik heb een scriptie gehaald. Yes. Oké, Sel hier achter mij is helemaal getrokken dolle. Die mag zijn scriptie verdedigen. Ze is heel blij. We hebben net kava gedronken. En Nicole, die je al eerder zag in deze vlog, die heeft ons aangeraden om hier te eten bij lokaal 16,50. Omdat je daar sharing dish hebt en we houden van sharing. Dus we gaan hier eten als er plek is, maar... Ah, er is plek. Yay! Cheers! Proost! Op nog meer afgestudeerde mensen. Ja! Daar sloosten wij op. Ja. Ik heb een fortune cookie. Ik wil weten wat hierin zit. Zo grappig, die cookies zijn eigenlijk helemaal niet lekker, maar de boodschap is als het goed is leuk. Voor Selina, geluk is nu of nooit? It's tonight. Nee, ik wil weten wat mijn geluk is. Wacht. Oh.
Oh, dit is cute. Delen maakt gelukkig. En wat deel je vandaag? Mijn wijn. Ik weet het niet. Oh. Hey. Ken je die nog? We benen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Zo, we zijn weer onderweg terug naar Utrecht, vanuit Den Bosch. Ik vond het heel leuk. Ja? Heel. Het is echt Bosch is een aanrader. Ja, heel leuk. Echt een mooie stad, heel gezellig. Het centrum is best wel klein, dus alles ligt dicht bij elkaar. Het hotel was echt zo vet. We hadden echt zo'n vette kamer. Wijk gewoon net. Echt leuk. We hebben gisteren op de dag dat we nog een keer terug gaan. Ja. Oké, 3, 2.